Oh mijn god, hier gaat mijn hart echt harder van kloppen. Hello! Thank you for coming. Maar ik had vannacht dus ook nog eens heel veel visje op mijn vloer. Dat nisje wordt dan nog anders, dat gaan we dan inbouw doen. Deze kamer willen we trouwens ook helemaal gaan aanpakken. We gaan echt heel veel aanpakken, maar we moeten eens kijken. Prio en... verse jus en grapefruit. Oh my god, ik vind het zo lekker. Ik heb net even een to-go-to-go box gehaald. Ik dacht, het is wel weer een keer leuk, wat ik altijd deed. Helemaal fashion, helemaal leuk. Ja, dat het beste al die tijd al voor je neus stond, maar dat je gewoon nog eventjes moet doorzetten met z'n tweeën. We hebben geen standaard makkelijke relatie gehad. Ik heb gisteren gewoon mijn laatste aflevering van Babbel op eindelijk geëdit met Charlotte. Oh my god. Hey jongens, even een onderbreking. Ik heb even wat nieuws bedacht. En dat is dat ik mijn vlogs voortaan op donderdag begin in plaats van maandag. Waardoor het dus begint met mijn vrije dagen. Want veel mensen vinden de werkdingen heel erg boring. Het is mijn leven, maar oké. Ik dacht, nou, dan begin ik gewoon op donderdag en eindig ik op woensdag. Plus wat je dan vrijdag ziet als de vlog live komt. Dat is dan ook nog van de woensdag, daar, zeg maar twee dagen daarvoor. Dus dan is het ook actueler. Dus dan loopt het nog minder achter en is het nog meer dicht op live. Dus ja, dan weet je dat en dan gaan we nu verder met de vlog. Toen kwam ik erachter dat hij letterlijk al bijna klaar was, maar dat ik gewoon nog een beetje moest fine-tunen. Echt. Oh, wat erg dat het zo lang heeft geduurd. Maar dat is echt mijn hyperfocus. Als ik op een gegeven moment mijn focus daar niet meer op heb liggen, dan lukt het me gewoon niet. Hetzelfde met mijn huis. De laatste dingen in huis die nog moeten gebeuren, ja, die doe ik niet meer. Ik weet het van mezelf. Het is geen nieuwtje. Het is wel echt zo. Yes, I know the cooking. Yes, I know the cleaning. Nu ben ik even de vaatwas wat uitruimen, zoals je kan zien. En ik ga even koffie drinken, want ik vind het wel weer voor een lekkere cappuccino in plaats van een matcha. Wajo, het wordt kouder en Poesie hoort juist niet zo erg uit te vallen. Kijk de grond. Moet je kijken. Is dit allemaal? Dit is niet normaal. Wezie, wat is dit allemaal? Wezie, noem maar nu Wezie. Picnic is weer geweest. Volgens mij vinden jullie het wel leuk als ik het laat zien. Ik had een kleine bestelling, maar ik vind het zo chill dat je ook je statiegeld kan meegeven. Ik blijf het zeggen, maar als je dus mijn kortingscode gebruikt, geen samenwerking, krijg je 10 euro korting. Al bij 40 euro. Als je nieuw bent, en ik krijg dus ook 10 euro korting. En tot nu toe, eigenlijk ja, alle keren dat ik mijn picknickboodschap heb gefilmd, meestal bestel ik dan voor 40, heb ik dus 10 euro korting gekregen. Ik heb dankzij jullie echt al 180 euro of meer bespaard ofzo. Dus dat is echt heel chill. Daar ben ik zo blij mee. En het is dus geen samenwerking, maar ik vind het heel relaxed. Mijn nichtje komt dus deze week eten. Dus het leek me leuk om lekker gevulde truffelpasta te doen. Met een soort van kaassausje van deze tartu... hoe heet deze ook weer? Taleggische kaas. Volgens mij vind ik dat nooit zo lekker. Maar dit is heel goed om een sausje mee te maken. Dus dat leek me leuk. Dus echt een stuk kaas. En dan met deze paddenstoelenmix. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Ik heb ook maar parmezaan erbij besteld. Ik dacht misschien pijnboompitten erbij. Echt een heavy pasta, maar wel lekker. En ik had ook heel veel zin in deze. Die leek me ook echt super lekker met misschien courgette en spinazie of zo. Maar ik denk dat ik voor mijn nichtje deze dan doe. Maar dit is ook wel een heel lekker gerecht. Met, ja, moet ik eigenlijk een soort ricotta nog bij hebben. Dat heb ik nu niet. Maar ik heb ook passievruchten, peren, een meloen, persinezappel om weer lekker sap te persen. Ja, ik weet dat er veel suiker in zit voor iedereen die het gaat zeggen. Lekkere rode druiven. Die zijn trouwens gezonder, want daar zit resveratrol in. Grapefruit is ook heerlijk. En sapje, selderij, tomaatjes en de zeepbier. Niet heel veel, maar hoe chill. Ik heb gewoon 25% korting dankzij jullie. Dus thanks, thanks, thanks. En ik bestel heel veel. Ik ben alleen nog maar bij Picnic eigenlijk. Ik vind het zo chill. Ik mocht dus een adventkalender van mijn muesli uitzoeken. Ze hebben er 3. En die mag ik aan jullie laten zien. Ja, hoe leuk. Ze hebben 3 varianten en ik ben voor de deluxe gegaan. En hier zit dus niet bijvoorbeeld alleen muesli in of alleen havermout of iets. Maar hier zit dus van alles en nog wat in. Het zijn echt 24 vakken, want ik zie hier 24. Ik ga hem dus nu openmaken. Ik ga er dus niet te lang over kletsen, want dan gaat dit echt oneindig lang duren. Maar ik ga ze wel allemaal nu openmaken. En ik zie hier al vakje 1. Ik heb trouwens een kortingscode voor jullie. Dat is in grote letters Charlotte-AK-24. Het staat ook in de beschrijving en hier in beeld. En er staat ook een linkje waar je op kan klikken. En dan ga je meteen met korting er naartoe. En daarmee krijg je 15% korting op alle adventkalenders die ze hebben. En doe natuurlijk even een duimpje omhoog op deze video als je dit leuk vindt. Pakje 1. Iets groots. Dit is een Save the Ocean muesli. Nou, dat is natuurlijk waar mijn muesli ook sowieso onbekend staat. Ik wil het liefst over elk vakje wat gaan zeggen. Maar dat ga ik gewoon echt niet doen, want dan duurt dit 100 jaar. Nummer 2.
zit. Wat leuk! Oh, kijk nou, dit is een heel mooi potje gemberthee. Dit is ook echt fantastisch om iemand cadeau te doen. Hoe leuk! Heel leuk. 3. Weer zo'n heel leuk klein. Dit is ook leuk. Ik hou heel erg van variatie, dus deze kalender is echt top voor mij. Steeds wat anders. De Christmas Choco Crunchy. En dan in zo'n mini koker. Dit kan je ook gewoon letterlijk als cadeautje geven of in een leuk pakketje. Dat vind ik echt zo leuk eruit zien ook. Number 4. Heel groot. Wow. Ik ben echt zo enthousiast tot nu toe. Dat heb ik niet snel bij een adventkalender eigenlijk. Meestal zit er nu al nagelvel of zo in. Kijk nou, een mega thee. Weer in zo'n prachtige verpakking van Tree of Tea Merry Apple Cinnamon. Ik vind dit echt waanzinnig. Ik dacht bij die kleine al, wow, wat een leuk cadeau. Dit is echt zo'n adventkalender die dus ook heel leuk is om te sharen, zeg maar. Ja, waarom koop je dit niet gewoon samen met een vriendin of zo of iemand? En dan kan je het verdelen. Iedereen vindt iets anders leuks misschien. Maar tot nu toe wil ik eigenlijk het liefst alles zelf houden. Maar het ziet er allemaal zo leuk uit dat je het cadeau kan geven. Maar de bedoeling is dat dit een cadeau is om uit te pakken. Maar wat erin zit, is dus ook echt een cadeau. Heel leuk. Oeh, ik zie porridge. Ik hou heel erg van havermout. Voor mij is het trouwens zo oldschool. Want ik heb denk ik aan het begin van mijn YouTube kanaal 8 of 9 jaar geleden ook met mijn muesli samengewerkt. Toen had ik altijd die lekkere kokers met muesli en krusli. En had ik ook die havermoutjes. En die waren zo chill. Die nam ik dan bijvoorbeeld wel eens mee naar mijn werk. Zou dit een soort van speculaassmaak havermout zijn? En dit kan dus zo in de microwave. Dat is dus daarom nam ik het mee naar mijn werk. Geweldig. Je doet er water of melk of iets bij. En hoppa, je bent klaar. Laat me trouwens weten of je adventkalenders hebt gekocht dit jaar of ooit, of wat je ervan vindt, of je het wel eens koopt. En zo ja, maak je alles in één keer open of wacht je echt keurig met de vakjes openmaken. Ik heb volgens mij nog nooit echt op de dag zelf een vakje opengemaakt. Ik ben er heel slecht in. Maar ik was echt vergeten hoe leuk adventkalenders zijn. Oeh, dat was ik echt vergeten. We hebben nu een heel groot vakje. 6. Oh, wat had ik dit gezien dat je dit erbij kan krijgen. Dit is dus zoiets dat je bij de meeste kalenders denkt, oh, nu komt er zo'n soort troep dingetje wat ik niet nodig heb. En dit is dus mega handig. Zo'n mega cup. Groen vind ik trouwens ook een hele mooie kleur. Want ik heb wel zo'n ding, maar dat is dan heel klein. Daar kan je net niks mee. Dus weer heel handig. Goed bezig, mijn muesli. Wat vinden jullie ervan tot nu toe? Oeh, is dit muesli? Dit is muesli. Ook wel leuk in een kalender van mijn muesli. Al deze smaken ken ik trouwens niet. Dit is Wildberry Yoghurt. Lijkt me ook heel lekker. Ach, zit er hier een reep in? Wat is dit? Oh, ik wist niet eens dat My Muesli dit verkocht. Ik dacht dat er andere merken dan in zouden zitten. Maar dit is van hun eigen merk. Kijk nou. Ja, zij hebben natuurlijk de afgelopen jaren allemaal nieuwe dingen toegevoegd. Almond Apple Cinnamon. En dit van die proteïnballen of zo. Butterballs. Dit vind ik heel chill. Ik denk dat ik er nu echt even wat sneller doorheen moet. Ik zo slecht in. Oeh, dit weer zo'n krusli. En die vind ik ook stiekem wel heel lekker. Maar deze smaken zijn dus ook helemaal speciaal voor de kerst. Dan hebben ze dus ook nog eens al die allemaal speciale smaken. Christmas cookie. Granola. Heel erg leuk. Nummer 10. Oeh, weer iets van een bar. Toevallig zat ik bij mijn boodschappen te kijken dat ik iets van bars wilde bijbestellen. Oeh. Maar kon niks vinden, dus ik heb niets besteld. En nu heb ik hier een blueberry vanilla granola bar. Ook trouwens, applausje voor hoe alles eruit ziet. Het ziet er allemaal heel leuk en aantrekkelijk uit. En daar ben ik echt gevoelig voor. 11. De hele tijd denk ik, wanneer komt er iets wat ik niet leuk vind. Maar ook al die smaken, ik ga hier heel lekker op. Kijk. Almond Coconut Chocolate Porridge. Ja, wat wil je nog meer? En ik ben al een kwartier aan het filmen. Als je een tip hebt voor hoe ik dit nou sneller kan doen. 1, 2, 12. Weer zo'n iets waarvan ik denk, yummy. Ja, hallo. Banana bread. Hoe lekker. Oh, wat zal hier allemaal in zitten? Blauwe bessen, stukjes banaan. Heel leuk om deze trouwens ook cadeau te doen aan iemand die gewoon van muesli, havermoutjes, ontbijtdingetjes houdt. Echt heel leuk. 13. Ja. Dit is precies waar ik naar op zoek ben. Naar handige dingen voor in de auto of onderweg om te kunnen eten. Weet je dat dit trouwens stiekem ook echt heel lekker is om gewoon te eten onderweg? Dat is oprecht heel lekker. Dit zijn dus blueberry bites. Ja, dit neem ik morgen meteen mee voor in mijn auto. Ik vind het best wel moeilijk om dit soort lekkere, ja, relatief gezonde snackjes te vinden hoor. Ik vind dat echt moeilijk. Ik denk dat we bij 14 zijn. 14! Ik dacht, dat doe ik eigenlijk voor Susanna kom, maar misschien is ze er zo al. Oeh, thee. Heel leuk, ook weer een grote verpakking. En kijk de naam.
Miss Winterberry. I love it. Welk nummer waren we? 15? Veel fucken? Weer een leuke naam. Ik ben heel gevoelig voor leuke namen. Christmas Choco Crunch. En ik zal trouwens ook vast niet de enige zijn die al helemaal zin heeft in de kerst. Het regende vandaag de hele dag. Tot echt een kwartier geleden. En ik dacht alleen maar, oh, cozy. Ik heb kaarsjes aan in huis. Ik ga straks de muziek aandoen. Ik heb er helemaal zin in. Ik hou ook echt van Nederland, omdat het juist gewoon... Ja, zoveel verschillende seizoenen en temperaturen heeft. Ik kan er niet echt op vertrouwen in Nederland, maar... Ja, ik geniet dan ook weer helemaal van die cozy periode. Ik heb er helemaal zin in. 16. Een bar. Een superfruit bar. Dank je, dank je. Ik heb zo'n bakje in mijn keuken met bars erin, maar die was dus een beetje leeg. En die wil ik toevallig gaan aanvullen, dus ik ben blij. Heel benieuwd hoe ze smaken trouwens. En dan gaan we naar 17. Nog 7. Jullie zien het eerder dan ik. Het is... Porridge of muesli? Ik denk porridge. Granola. Heel chill. Strawberry acai granola. Oh. Looking good. Hoe kan je hier nou niet enthousiast over zijn? Dit is toch geweldig? Ik ben benieuwd of er nog zo'n soort nagelvuilachtig ding in zit. Want dat zit toch in elke kalender? Zo'n ding waarvan je denkt, dat hoef ik niet. 18. Wat is kipvel? Kipvel porridge. Vanilla. Vanille vind ik in ieder geval heel lekker. 19, hè? Hé, hey, nu is het porridge. Nee, muesli. Choco brownie. Dit is denk ik wel een classic van hun, denk ik. Die ze al heel lang hebben. Dit is ook heerlijk, choco brownie. Maar ik vraag me nu eigenlijk ook af, wat voor smaak zou ik niet lekker vinden? Wat voor smaak muesli is nou niet lekker? 20. Wat is dit? Een heel full-size pakket met nut butterballs. Amandel, hazelnoot en pinda. Oh, het zijn 3 verschillende soorten. Kijk, we hebben weer een muesli met een beetje krusli. Lekker. De raspberry dark choc. Ik heb helemaal zin om te gaan lezen wat overal allemaal in zit, maar dat ga ik straks lekker doen. Jee, weer zo'n buisje. Want dat is ook echt kerst. Ik vind die buisjes wel heel leuk. Dit is een porridge. Almond, caramel, cherry. Ik lees op z'n kop. Applaus. Ik ben gek op porridge. Heerlijk, vooral als het koud is. Nog 2 vakjes. Gaat er nog iets in zitten wat we niet leuk vinden? 23. Beker. Wat is dit? Oh mijn god, hier gaat mijn hart echt harder van kloppen. Dit is een snackmix. Oh, orange. Chocolate. Gingerbread. Snackmix. Ik wil het nog niet openmaken. Maar ik ben heel benieuwd wat het is. Ja, nee, ik ga het niet openmaken. Ik ga het... Straks... Ik heb te veel openstaan nog. Nu het laatste pakje. En die zit dus helemaal bovenop. Zou dit een nagelvel zijn? Wat is dit? Wat denken jullie dat hierin zit? Ik denk aan een soort... Oh, misschien een thee. Een thermosmok. Wauw! Oh, roze met blauw! Oh my god, dit is zo mooi. Het is een koker. Waarvoor? Om je muesli in te doen of zo, als je... Een soort bewaarblik. Hallo. Oh my god. Hier kan je dus havermout of zo in doen. Wat chill. Ik ben heel erg enthousiast over deze kalender. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Beantwoord even mijn vragen in de comments. En vergeet mijn kortingscode dus niet te gebruiken als je een kalender wil bestellen. Ze hebben er dus nog 2, maar deze is wel echt heel erg leuk hoor. Ik ga het even allemaal... een plekje geven en dan ga ik koken. Want Susanna kan er elk moment zijn, maar ik vond het heel leuk. En ik heb nu eigenlijk echt heel veel zin om meer adventkalenders te gaan doen. Maar ik vind ze vaak niet leuk. Ik ben vaak teleurgesteld. En deze vind ik echt waanzinnig. Er zit oprecht niets in wat ik niet leuk vind. Well done. Good job. My muesli. Oké, de ingredients dus voor de pasta. Ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga maken. Ik wilde echt net beginnen met koken, maar Suzy is er. Oh my god, ik heb haar zo lang niet gezien. Dit is mijn nichtje in Mexico, dus. Hello! Was het al? Oké. Ik heb er niet bij. Oh, hello. It's so nice here. Thanks. I like it. Oh, that's for sure. I could be outside today. So busy. Yeah, it was raining all day. But now it's okay. Look, Thomas. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. But where was it in the old house? In the hall? Yeah. It's the only thing I like. Are you hungry? Yeah.
I thought you would not be hungry. Oh, I have the camera on. By the way, you look so much, when you were ringing the bell and I said hello, you looked so much like opa, like, oh. Yeah? Aww. Yeah. Hey. Whoa, she's not even scared. No? I think she's scared. No. Most of the time she runs away for the first time. Ah, hey. Oh, she's smelling you. So cute. Oh. I woke up like at 7. Oh my god. But you don't have to do it. Oh, you can sit here. And just chill with the grapes. No. Like you're my partner or my date. That was the idea of this kitchen, but then I came back to you. But this is. But by the way, I'm saying you have to tell me everything in the morning. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Het zijn al die champignons met knoflook en de kruiden die erbij zaten. Dit is mijn date. Hello. 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 Oké, sorry, jullie hinnen het niet heel goed. Het was lastig om er echt een saus van te maken, maar... Hallo. They hate me if I don't show it. I have to. Oké, dit is het. Like the cheese is quite sticky. Mm-hmm. Like the fork look. Wow. Mm. But this pasta is also always so heavy. And with mushrooms and stuff. Yeah. But it's still a bit watery. Not creamy. More like cheese fondue. But I don't really like cream. You like that? Like carbonara. Yeah. Thank you so much. Thank you for coming. When people come to me, I feel I have to make food. But do you cook when you're alone? Yeah, you do, right? No. If I'm alone, I find it really hard. But it's just a waste of time. Is that no motivation? No, but why would I like cook for an hour for myself? Oh my god, such a waste. Mm-mm. Busted. Susanna is nu sowieso Poesie's favoriete persoon. Are you giving her cream? Yes. She never gets anything. So you're definitely her favorite person. It feels nice, right? When she licks your finger. Crazy. Oh, Poesie, you never get anything. No. Good morning. Ik heb een koffietje en er komt nu een man, die heeft net aangebeld, om even te kijken, want ik heb een scheur in mijn muur. In mijn slaapkamer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus hij komt even kijken. Want toen ik dit huis kocht, was er al iets van een lekkage. Dus waarschijnlijk komt het daardoor. Oké, nou, er is niks aan de hand, gelukkig. Ik weet bij nieuwbouw dat het dus normaal is dat de muren kunnen scheuren. Maar omdat mijn huis natuurlijk niet als nieuwbouw is opgeleverd, maar ik dus de tweede eigenaar ben, dacht ik, is het wel normaal? Toen ik hier kwam wonen, zat daar dus een soort, ja, een lekkage. Waar de bewoner niks over had verteld. En daar kwam ik dus achter bij de oplevering van het huis. Dus toen een dag voor het stuken begon, zijn dus, had mijn moeder voor me geregeld, heel chill, want zij, dat had mijn moeder toe geregeld, want die had ook nummers van die mensen, want hun huis is gebouwd door hetzelfde bedrijf als mijn huis, zeg maar. Was er een man langsgekomen en die heeft toen de regenpijp zo leeggehaald en toen was het opgelost, maar toen hebben ze dus wel nat gestuukt, toen het nog niet droog was. Dus ik dacht, misschien is het daardoor, maar hij is net komen kijken en zegt, ja, over iets nat stuken maakt niet uit, want het stuk is ook nat, het droogt dan alleen wat langzamer en dat het scheurt is gewoon normaal. Ze hebben het heel mooi afgewerkt en een hoekprofiel, bla bla. Maar die muur, er was een soort reden voor waardoor het uiteindelijk weer scheurt. En dat is normaal. Alleen ik had dus laatst last van zilvervisjes. Dus toen is mijn moeder gekomen. En die heeft dan allemaal lavendelspullen gebracht. Dus sindsdien heb ik er geen last meer van. Ik weet niet of het daardoor komt. Maar ik had vannacht dus ook nog 1 zilvervisje op mijn vloer. Alleen laatst had ik 1 zilvervisje niet kunnen doodmaken boven mijn kast. Het waren er echt maar 5, maar ik vond het niet chill. Dus ik denk dat dat zilvervisje was en dat er dus nu geen nieuwe zijn, hoop ik. Maar hij zei, ik wil het best voor je dicht komen maken. En hij heeft vorige keer ook al wat voor me geregeld toen... ik praat ook echt de hele tijd naar de muur, maar hij... Toen had ik verteld dat toen de stucadoors al mijn afzuigkappen en stopcontacten dingen hadden weggegooid en zo. Volgens mij weten jullie dat. Nou, toen heeft hij ook nog voor mij... Die afzuigdingen gefixt en zo, super lief. Had ik hem echt een fles whisky van €50 of zo gegeven als bedankje. Maar nu zei ik ook van, kost het weer een fles whisky?
Zei hij, nee, dit, hij zei, kan je even mijn nummer doorsturen naar de VVE? Want ik doe ook dingen voor mezelf en dan is het goed. Ja, ik wil geen gebruik van je maken, maar als ik het zelf kan dichtsmeren, vind ik natuurlijk, is dat even wat voordeliger. Hij zei, je kan het wel zelf doen, maar ik heb een soort heel goed spul. Ik wil best even voor je dichtkomen smeren volgende week. Dus dat is wel heel lief. Ik zei, eerst hoeft niet, maar toen zei ik, ja, oké. Hij zei, als je dat nummer doorstuurt, dan doe ik het. Oké, nou, top. Dus dat wordt dichtgemaakt. Ik zal de scheur even laten zien. Kijk, ik vond het dus heel heftig. Hij zei, het is helemaal niet erg. En ik zei, ja, als er zilvervisjes uitkomen, dan wil ik het liever dicht hebben. Dus, maar hier loopt het ook nog. En het loopt eigenlijk wel echt door tot beneden, maar daar is het veel minder erg. Maar ik vond het best wel een heftige scheur. Maar goed, ik ga nu even mijn campagne filmen voor Yummy Gums, die jullie al hebben gezien. En ik ga straks even naar mijn bevallen vriendin toe. Niet om haar baby te zien. Maandag ben ik aan de beurt, maar ik wil even, ze voelt zich niet zo lekker en zo. Ik wil even een heel pakketje voor de deur droppen. Dus ja, ik heb gewoon echt snackjes, maskertjes, een slaapmasker. Koekjes, badspullen, vitaminepillen. Ik heb gewoon echt, ik heb niks gekocht. Ik heb dus, ben gewoon door mijn huis gegaan naar allemaal spullen. En dan heb ik ook nog fruit erin. Een hele douche set. En dingen. En dan ga ik ook nog eten uit de vriezer langsbrengen. Wat ik al aan haar had beloofd. Van, oh, die geef ik je als je bevallen bent. Lekkere cannelloni. En heel lekker vlees wat ze heel lekker vindt en zo. Dus dan drop ik dat. Drop ik gewoon die hele tas voor de deur en ga ik weer weg. Wisten jullie dat jullie net in een papierbak hebben gelegen? Nee, dat wisten jullie niet. Jongens, wat een avontuur. Als je mijn Instagram volgt, dan heb je het al gezien. Ik denk dus, ik ben niet helemaal fit. Dus mijn hoofd is ook niet helemaal fit. Handgel. Wat een groot beeld. Dus ik denk dus, oké, die hulp is er. Ik wil haar niet tot last zijn. Dus ik ga de deur uit met die tas boodschappen. Vriendin weet ook niet dat ik kom trouwens, want ik wil haar niet tot last zijn. Ik zet het alleen voor de deur en dan ga ik weer weg. Ik wil die hulp ook niet tot last zijn. Ik denk, oh, ik moet mijn camera mee natuurlijk. Er zat geen camera in mijn tas. Ik pak snel die camera en ik gooi het in mijn tas, in het doosje die ik in de papierbak moest gooien. De doos van de taart, van dat restje taart dat ik had meegekregen. En de doos van waar deze camera in zat. En ik ga in de auto zitten. Ik denk, oh mijn god, ik heb die camera weggegooid. Net toen ik naar buiten kwam om het vuil weg te gooien. Ook mijn twee vuilniszakken, katten op kattenbakzak. Begon het keihard te regenen. Nou, die regenbui duurde dus echt precies letterlijk zo lang als dat ik. Is er nou een krasje op? Nee, precies zo lang als dat ik daar was. Echt precies die 10 seconden. Ik was helemaal verregend. Dus heel gehaast, vuilnis weg. Doos weg, ja, camera. Dus ik heb snel gebeld naar dat nummer. En die vrouw zegt, ja, er zitten wel veel kosten aan verbonden. Ik zeg, nou, het zal wel goedkoper zijn dan mijn camera. Die is net nieuw, dus doe maar. Vervolgens in de huisapp gevraagd. Ik zit helemaal onder adrenaline. Van, heeft iemand een prikstok? Nou, meteen iemand die heel vaak heel lieve, leuke meid. Meteen komt haar moeder voor mij een prikstok brengen. Wij allebei proberen. Maar die borsten van mij gingen net niet over dat randje, waardoor ik er net niet doorheen paste. Er kwam een andere, wat oudere meneer die hier ook altijd heel lief is. Kwam ook met allemaal supplies en dingen. Vervolgens word ik gebeld. Met 20 minuten is er iemand. Ik zo, oh. Nu heb ik de kosten zeker al gemaakt. Want we zijn het nog zelf aan het proberen. Is diegene al onderweg? Zegt ze, oh, geen zorgen om de kosten. Het zal wel meevallen. Dus die man komt hier aan. Super lieve man. Ik zeg, oh, mijn held. Je bent er. En die buren komen er ook nog bij. En ik zeg, ik doe het wel, weet je. Dus hij haalt niet die hele container eraf, dat dacht ik. Maar je doet gewoon dat luikje open met een soort speciale sleutel. Dus ik zeg, ik ga er wel in. En hij ging er al in. Kan er niet bij. Vervolgens pakt dus die buurvrouw weer de prikstok. Waarvan we dachten dat die niet meer nodig was. En was dus toch die prikstok nodig. En hij pakt met die prikstok. Ja, die camera, dat is zo'n, zij zijn net een mini paraplu. Hij pakt zo die twee dingen eruit. Dus en deels mijn statiefje. Dat was niet het allerduurste. En mijn camera. En ik denk, oh mijn god, ik voel me zo geprezen met al deze mensen die mij komen helpen. En dat ik niks heb hoeven betalen, vind ik echt bizar. Ik ga denk ik eventjes een flesje wijn geven of zo aan de buren. En ik zei tegen hem, ik heb geen cash, mag ik je een tikkie alsjeblieft iets geven? Hij zegt, nee, dat hoort bij mijn werk. Als ik dus de hele container had moeten lozen in mijn bus, komt er ook allemaal water bij en zo. Dus dan was je camera misschien stuk gegaan. Dan kost dat dus 300 euro. Maar dat hoeft er niet. En ik ben met mijn leven erbij blijven zitten. Een uur of hoe lang het heeft geduurd. Het valt veel echt nog reuze mee. Met mijn leven bewaakt. Toen wilde iemand zijn karton weggooien. Ik zo, nee, geef maar mij. Niet je karton weggooien. Het lag dus
soms ligt het nog meer bovenop, want die bak zit vaak helemaal vol. Maar het lag dus niet helemaal onder. Je kon er op zo'n stukje kon ik met mijn prikstok, zeg maar, van een meter erbij. Maar wat voel ik me geprezen, zeg. En dom. En die mensen zeiden, ja, het is niet dom, want het kan iedereen gebeuren. Maar dat ik denk dat iemand voor mijn camera dit komt doen. Ik bedoel, ik heb wel vaker iets weggegooid wat ik niet moest weggooien. Ik weet dat ik ook wel sleutels erin heb gegooid of de afvalcontainer tag. En dat ik dacht, oh, wat dom. Eigen schuld, maar dit kon ik echt niet aan. Ja, en mazzel dat het zo'n klein compact cameraatje is die in een houdertje zit. Want als mijn grote camera was gevallen, was hij denk ik stuk gegaan. En hij zat ook nog in de doos, dus hij viel netjes. Dat doosje was heel klein, die doos viel erin en daar rolde die camera uit. Dus ik heb alleen maar geluk gehad. Engeltje op mijn schouder. Dit ding is nog geen week oud. Oh, nu ga ik die spullen voor mijn vriendin's deur zetten en dan ga ik ook nog sporten. Wat heb ik mazzel, zeg. Dank je wel voor het leven en alle mensen. Zo, ik heb die man wel een knuffel gegeven. Oh, wat een lieve man was dat, zeg. Zo'n leuke man. Ik ben helemaal aan het shaken nog van what just happened. Niet normaal. Oké, bye. Ik ben weer thuis. Kijk hoe schattig ze is. Ja, je bent zo schattig. Volgens mij is de hulp echt heel goed. Ziet er zo netjes uit allemaal. Ik had alleen gezegd, volgende keer niet vergeten die deur open te laten. Want anders kan Poesie Woesie niet naar de kattenbak. Ze vroeg hoe heet ze. Dus dacht ik eerst Poesie. En dacht ik, nee, Lina. Maar ze spreekt de taal niet. Dus we moesten alles met een translator doen. Maar ze was echt heel leuk en goed. Was het leuk, Poesie? Met de hulp? Vond je wel leuk, hè? Waarom ligt zij daar? Zo schattig. Wauwie. Ze vroeg nog, moet ik het bed ook afnemen en zo? En de vaatwasser. Toen zei ik, nee, dat doe ik wel zelf. Dat zit ook echt in mijn routine. Maar kijk dan, hij heeft helemaal bed opgemaakt. Oh, schattig. Ja, ze heeft ook in hotels gewerkt en zo. Het is echt een hele leuke meid uit, ik denk, ja, iets Argentinië-achtigs of zo. Maar, nee, niet Argentinië, hoe heet het? Portugal, Portugees spreekt ze. Maar ze studeert gewoon hier in Nederland. Dus ze zoekt natuurlijk gewoon een baan voor erbij. Maar ik ben nu al blij met haar. Geweldig. Dit is toch super cute. Ze zei al, I love to organize en zo. Dus echt heel lief. Ik zei ook echt van, nou, alles wat je ziet, doe maar. En zij is echt zo iemand die ook ziet wat ze moet doen. Oh, heeft ze dit nou geordend? Ze heeft mijn kast geordend. Ik ga stuk. Ik zei, ja, hier is best wel vies eigenlijk, want de kasten steeds openstaan. Ze heeft het helemaal schoongemaakt. Al mijn kleren geordend. Oh, wat cute. Want dit lag eerst allemaal anders, maar ik vind het helemaal prima. Dit is nog het kraamcadeautje wat ik maandag ga geven. Het boeit me ook echt niet als mensen mijn personal stuff dan zien of zo, hoor. Ja, doe je ding. Very cute. Ze heeft het echt goed gedaan. Ik heb niet gesport trouwens. Ik ga morgen. Maar heel schattig. Echt fijn, iemand die goed is. Ze heeft dit ook helemaal zo opgeruimd. Het is schattig. Oh my god, jongens. Ik ging naar de wc. Kijk dit. Nee. Kijk nou wat zij doet. Oh, zij is gek. Dit is toch te cute. Oh my god. Oh, hier ook trouwens. Ze vindt het echt leuk wat ze doet. Wat cute, zeg. Heel random ga ik doperwten en spinazie bakken in olijfolie. Verse roomkaas erbij die ik nog van het feestje van heel hard. En de pasta. Vast lekker. Oké, dit is mijn random creatie dus. Er zitten nog pijnboompitten door. Een klein beetje bouillonpoeder. Daarom zie je een beetje dit. En wat zout en peper. En een hele grote ook spinazie. Ja, prima. En de andere helft zit in een bakje. Voor morgen. Good morning. Ik ben druk. Ik moet over 3 kwartier weg. En dan dus sporten en naar Zoetermeer. En dan hebben we dus die afspraak voor de badkamer. En ik moet echt veel doen. Want de buurvrouw komt voor Poesie en mijn moeder komt voor Poesie. Dus zij heeft helemaal oppas. Maar ik moet natuurlijk even. Ja, ik denk, ik ga even vast het spel dus weggooien en de kattenbak. En gewoon. Dat het hier helemaal netjes is en klaar is. Als ik dus ook weer volgende week thuis ben, dat het dan allemaal gefixt is. Hierachter staat nog een hele vaat. Want voor Susanna kwam, had ik de vaatwasser aangezet. Waardoor ik dus de vaat niet erin kon zetten. Dat soort dingen. Tas aan het inpakken. Maandag werk ik niet, dus ik ben pas maandag ga ik naar de baby kijken en dan ben ik pas maandagmiddag weer thuis. Ik ben best wel lang weg. Ik ga even tempo maken. Ik wilde om 12 uur weg, het is 12 uur en ik heb alles gedaan wat ik moet doen. Perfect. Hele bouldercar, wasjes net klaar, zit in de droger, robot aan, huis netjes, let's go. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik ben nooit meer te laat. Ik ben 's ochtends op werk wel soms laat, maar dat is ook gewoon ja, vroeg en dat is niet te laat. Maar ik heb mijn hele full body training gedaan. Ja, 3 kwartier. Perfect. En nu zie ik dus, mijn moeder stuurt net
Kijk even of de A10 niet is afgesloten. Nou, die is dus afgesloten. Maar zij is nog zo ouderwets van dat ik dat niet weet. Maar ja, je navigatie zegt het natuurlijk ook. Maar ik wist het niet. Ik ging net kijken, toen stuurde zij dat. Dus ik moet over Utrecht. Dus het is een uur rijden. 6 minuten langer. Dus ik ben echt letterlijk om 2 uur bij de Bouwhof. Exact. Echt geluk. Omdat ik dus gewoon echt op tijd was. Nou, nieuw me. Ik heb echt heel goed gesport. En ik kwam er trouwens achter dat deze trui, ik heb die heel lang niet aangehad. Ik dacht ineens, oh ja, die matcht echt kapot goed bij die oranje schoenen. Want dit is een beetje oranje-geel en die schoenen zijn ook een beetje oranje-geel. Dat is echt een goede match. Doei huis, doei poesie. Super lekker weer. Ik dacht eerst, ik rij eerst naar hun huis. Maar toen dacht ik, nee, ik ga zelf. Want dan kan ik daarna, we hebben echt geen plannen dit weekend. We hebben eindelijk een weekje zonder plannen, echt heerlijk. Kan ik even, misschien nog even naar de stad of zo. Kan ik gewoon mijn eigen ding doen. En nu ga ik lekker een bammetje met smeerkaas eten. En alles gaat helemaal perfect. Ik ben heel benieuwd of dit geluid en beeld een beetje oké is. Dunno. Hallo, ik ben nu in de Bouwhof en we wachten nu op onze afspraak. Maar de baden die ik zie zijn echt heel duur, dus ik ben echt heel benieuwd hoeveel dat allemaal gaat kosten. Oké, kijk jongens wat we tot nu toe hebben. Super vet dat je denkt, wow. Oh my god. Oh, best wel tof, een soort wandel. Oh, door dat bed lijkt het wel een soort wandelgangetje. Ja, heel vet. Wauw. We kwamen erachter dat die andere opstelling niet lukte. En dit is wel heel mooi zeg. Ik vind zelfs dat ene stukje muur mooi, dat blok. Maakt het nogal chic. Doorheen. Kijk. Oh, ik kan niet. Kan je ook nog op de plattegrond dat nisje erin maken of niet? In die muur? Zeker, wow. Zeker. We hebben het bad gevonden, we hebben hem in het echt gezien en nu in de tekening gezet. Dit is het eigenlijk gewoon, dit wordt het. Het is echt geweldig. Wow, nisje erin. Bed. Oh. Oké, 2,5 uur later. Sorry. Ik dacht dat het weggooien. Dat nisje wordt dan nog anders, dat gaan we dan inbouw doen. Die deur. Willen jullie even het eten? Ja, ik wou net zeggen, willen jullie even kijken? Daarna gaan we. Goedemorgen jongens, niet heel lang geslapen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, maar we waren helemaal kapot na die badkamer. Zoals je ziet, het duurde dus letterlijk 3 uur. We hadden het uiteindelijk dus wel af voor nu en dan krijgen we de offerte. Ik was echt bang dat het heel hoog zou worden. Hij zei, ik denk, zonder montage kostte 6.000-7.000 euro. Dus wel heel veel geld, maar goed. Het idee is dus dat ik mijn huis verkoop en dat we dan dus daar overwaarde van hebben. En we willen dat niet volledig gebruiken. Dat is ook zonde. Je weet ook niet, als je dit huis uiteindelijk weer verkoopt, of je het terugkrijgt. Maar ik denk, als we die benedenverdieping helemaal aanpakken, dan is dit gewoon een woning met 4 slaapkamers. Waarvan eentje met badkamer en er zit ook een wc beneden. Dus ik denk dat je daarmee ook wel de waarde van je huis verhoogt. We willen natuurlijk niet verlies maken op wat we doen. En wel echt slimme dingen aan het huis veranderen. Maar ik hoop dat jullie het heel leuk vonden dat ik het al heb gefilmd. Dus even een duimpje omhoog daarvoor. Deze kamer willen we trouwens ook helemaal gaan aanpakken. We gaan echt heel veel aanpakken. Maar we moeten even kijken, prio. En ik heb natuurlijk het geld van mijn huis nog niet. Want ik heb het nog niet eens te koop staan. Dus voor nu moeten we ook nog met eigen spaargeld. En er is natuurlijk heel veel eigen spaargeld al in mijn huis gegaan. En apart gaan wonen en de ander uitkopen is ook heel duur. Dus we hebben ook echt wel wat geld verloren natuurlijk. Voilà, door die mij moest uitkopen. Maar ik krijg natuurlijk wel weer heel veel overwaarde terug. Wat ik ook weer hierin kan stoppen. Dus dat is heel chill. En er schijnt nu een zonnetje. Een vriendinnetje was weer logeren. Dus we gaan lekker gezellig met z'n viertjes ontbijten. Dat is altijd zo gezellig. Ze zijn volgens mij croissantjes aan het maken. En ze hadden gisteren appeltaart gebakken. Dus we hadden lekker appeltaart. En ik had niet meer gevlogd, want ik was echt heel moe. Ja, vandaag ben ik dus ook hier. En kan ik hier dus ook nog een nachtje slapen. En dat is zo chill. Om hier 2 nachten te zijn in plaats van 1. Echt heel relaxed. Want ik dus morgen niet hoef te werken. En mijn vriendin is heel ziek. Die bevallen is. Dus ik ga morgen niet de baby ontmoeten. Maar ik vind het wel zo zielig voor haar. Dat haar eerste week dat ze zo ziek is. Oh, en ik doe dus niet meer zondag de vlog afsluiten. Want ik merk dat. Ik dacht, het is en leuker om de vlog op donderdag te beginnen. Want dan is het actueler. Want dan is woensdag de laatste dag van de week. En komt het donderdag al online. Dus dan zie je de woensdag al heel snel. En mensen vinden de werkbeelden niet leuk. En dan begint het met leuke beelden. En dan de mensen die de werkbeelden zien, zien dat aan het eind van de vlog. Ik dacht, dat is misschien beter. Dus ik eindig mijn vlog dan nu op woensdag. Dus het begint met mijn vrijdagen, dan het weekend, dan werk. Ik dacht, misschien wel leuk om te proberen. Breakfast.
Hey, we hebben echt een super slow dag. Je ziet het ook aan mij, maar aan het chillen. De bonusdochter wordt nu weggebracht. Ik heb net even een To Good To Go box gehaald. Ik dacht, het is wel weer een keer leuk, wat ik altijd deed bij Bakker Ammerlaan. Maar hij was nu in plaats van 5, 7,50. In plaats van 10 was het dus waarde 15. Dus ik dacht al, krijg je meer of is het duurder geworden? Maar het lijkt me sterk dat in zo'n korte tijd, echt in een paar maanden, er letterlijk de helft van de prijs bij is gekomen. Wow, dus het is nu, ik wil zeggen, een derde duurder. Maar er is de helft bijgekomen. Dat is echt heel veel geld. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar, want het lijkt niet meer dan eerst. Maar ik heb wel chille dingen op zich. Ik heb een gewoon mooi bruin brood. Cadenten bedollen. Bruine bollen. En suikerbrood. Het enige wat ik hier vanzelf zou hebben gekocht is het gewone brood. Maar het zijn wel allemaal dingen die opkomen. Dit vind ik echt zo lekker. Eigenlijk wel dat ik dat heb gekregen. En van gebak krijg je soms echt hele lekkere dingen. Er zitten nu twee dingen in die ik niet heel erg boeiend vind. Maar het is alsnog natuurlijk gewoon prima. Zo'n fruitgebakje. Die vind ik wel lekker. En dit. Volgens mij zit een appelkruimelkers of zo. Dit trouwens dat Haal het ook wel lekker vindt. Dus was wel leuk om te proberen. Maar is dit 15? Ja, het zou best wel kunnen kloppen. Zo'n taartje is ook al gauw 3, 6, 9... 11, 13, 15. Zou wel wat kloppen. Ja, het is echt duur hoor. Ik ging net ook even naar de Jumbo. Ik was gewoon meteen 35 euro kwijt. Ik ging alleen voorzieningen op zelf. Ik kwam al terug met iets meer, maar het loopt gewoon zo snel op. Ik zei al tegen haar, ik wil niet wat we vroeger altijd deden borrelen. Want dat is zo slecht en alles. Dus hij gaat lekker koken. Maar ik had wel even een geitenbrie en een normale brie gekocht. Ik dacht voordat we... Hij gaat helemaal curry maken en zo. Dus misschien lekker voor straks. En dan met van die kletsenbrood. Leek me wel lekker. Alleen het vult wel heel erg. Dus ik weet niet, anders gebruiken we het lekker voor volgend weekend. Hele grote zak appels. Kan ik een paar hier en een paar mee naar huis. Dit, wat ik dus nooit koop, want ik krijg buikpijn. Maar ik had echt merk aan mijn lichaam dat ik echt proteïne nodig heb. Dus deze. Nog een proteïnereep die ik niet ken met 20 gram. En een eiwit. Een reep. Sinaasappelsap. En bananen. Ja, ja. Oh, en nog kipfilet voor haar. Maar hoe duur? Wow. Kijk nou, zo lekker. Hij heeft curry, tikka masala gemaakt. Hij snijdt alles altijd super fijn. Heerlijk. En dan heb ik hier een soort van labne voor erbij. Yummy. Zo, dat is echt een lekker maaltje. We hebben lekker allebei vanmorgen nog een bakje. En we hebben de film Madame Web gekeken. En die was echt heel slecht op Netflix. Dat was dus met Dakota Johnson. Dus ik dacht, oh, dan moet het wel goed zijn. Heel slecht, maar was nog wel afgekeken. Wel leuk, maar echt heel slecht. Nu gaan wij lekker slapen. Good morning, Haaf naar zijn werk. En ik ga echt zo lekker ontbijtje eten. Boterham met smeerkaas, vind ik echt heerlijk. Verse jus en een grapefruit. Oh my god, ik vind het zo lekker. Heerlijk. En dan heb ik zo'n afspraak. Daar horen jullie binnenkort wat over. Vandaag werk ik dus niet. Dus ik heb een ruildag. Dus ik ga de andere vrijdag even inhalen. En daarna, ik ga dus niet naar mijn vriendin, want die is ziek, die bevallen is. Dus ik ga dan lekker naar huis. En morgen gaan we werken. En deze vlog duurt dus tot en met woensdag. Super vaag. Oh, dit is zo lekker. Ook deze heb ik haast zeg maar los in de winkel. Zo'n mega grapefruit. Het is toch veel lekkerder dan in zo'n netje ook. Zo lekker. Echt obsessed. Ik zit nog even mijn adventkalender preview te editen. Ik vind dat ze dit heel slim doen, want je gaat echt allemaal producten leren kennen en waarschijnlijk verslaafd worden aan. Goedemorgen jongens, dit is zo'n grote teleurstelling. Oh mijn god, ik had hier zoveel zin in. Ik ga het niet eten, want je weet niet of die verrotheid helemaal rondom zit. Oh, wat erg. Zo sad. Ik had hier zo verheugd de hele nacht gewoon zin in deze creepgroet. Dan maar, hij. Cotton candy druiven zijn trouwens echt insane. Ik denk dat kinderen het heel lekker vinden. Maar het smaakt letterlijk naar snoep. Naar suikerspin, naar vanille, naar snoep. Ik vind het echt te zoet en haar ook. We namen er één, toen hadden we iets van wauw, dit is echt geld, gewoon geld waard. Gewoon wat een geniaal idee van deze persoon. Hoe ze dat gedaan hebben. En als je dit op de markt zou proeven, dat je echt denkt, oh my god, voor 3 druiven betaal ik 10 euro, zo lekker. En als je dan door eet, denk je, nee, het smaakt niet naar fruit, het smaakt gewoon naar snoep. Ik heb ook lekker deze hummus mee. Dat is dan meer voor mijn ontbijt. En dan voor de lunch een avocado met bruinbrood. Is dit een outfit? Is het leuk met het jasje of niet? Ik dacht misschien dit is misschien te koud in het pyjama-achtig, maar...
Ah, ik vind het wel leuk. Ik heb iets van, ja, ik heb dit nooit aan. En op werk boeit het me eigenlijk niet zo erg wat ik aan doe. Het is best leuk. Oké, even opmaken. Vinden jullie het leuker met of zonder jasje? Ik doe het wel met. Het is ook wat warmer. Oké, opmaken en go. Heftig. Nou, aangezien toch niemand het leuk vindt dat ik film op mijn werk. Ik vind het prima om hier niet meer te filmen. Ik film echt omdat ik denk, ja, ik moet toch filmen wat ik vandaag doe. Maar ik krijg altijd comments, ja, dit stuk boeit me niet. Ik denk, ja, dit is mijn leven. Maar goed, dan film ik niet. Wat vinden jullie? Ik kan sowieso niet niks filmen, want het is een weekvlog. Maar ik kan best niks vertellen. Dus niks hierbij. Hoi, biggetje. Hoi. Ik ben thuis. 5:30. Ook nog even boodschapjes gaan. Ik vond mijn outfit heel leuk. En mensen vonden het ook leuk. En ik voelde me er ook heel lekker in. Gewoon lekker vlot, hip en comfy. Het zit echt super lekker. Hoe leuk is dit? Veel leuker dan hoe ik er normaal uitzie eigenlijk. Dit is echt super hip. Hup. Ik wil nu meer van dit soort pakjes, maar ze hebben het niet meer. Mocht je een tip hebben voor leuke co-ord setjes. Met dus chillen. Leuk met een blouseje en lekker materiaal. Ik vind het echt geweldig. Nu vind ik allemaal andere outfits echt heel saai als juf. En ik heb lekker die oude, ja, wat is die, Rihanna Fenty Bow schoenen erbij. Ze zijn ook een beetje dezelfde, eigenlijk precies dezelfde kleur. Perfecte match. Dus net een beetje hoogwater. Nu. Ik heb mijn broek nu hoog. Maar als je me even goed laat vallen. Ja, leuk. Helemaal fashion. Helemaal leuk. En dan zijn dit nog mijn boodschappen. Grapefruit. Dit had ik lekker bij de Turk gehaald. Zo'n dipje. En tzatziki voor bij het restje eten van zondag wat haat gemaakt vanavond. Granaatappel en deze waren nu goedkoop. Dus die bars gaan als een gek. Dus heb ik eventjes bars. Oh ja, dit. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het heb gekocht. Maar ik dacht leuk om te testen of zo met tiramisu. Grapefruit, zoveel zin in. En weer mijn obsessie versus u. Goedemorgen jongens. Ik ben me even snel opmaken. Ik ben lekker op tijd. Maar ik wilde even zeggen, jullie zeggen trouwens dat ik sowieso mijn huis ga verkopen. En ik wilde, ja, ik weet niet zo goed. Het is zo lastig. Ik kan niet alles zeggen op YouTube. Maar ik krijg natuurlijk nog steeds bezorgde comments van, oh nee, weet je het wel zeker? Sowieso, als ik zeg, ik weet zeker dat ik weer ga samenwonen, heb ik er niet heel veel aan als je gaat zeggen, weet je het wel zeker? Want ik weet het al zeker. Ik snap dat het goed bedoeld wordt, maar ik kan er niet echt wat mee. En ja, het is toch niet heel stabiel als je al uit elkaar bent geweest en steeds twijfel hebt. Maar geloof me even op mijn woord, dat die twijfel, dat ik daarover niet helemaal kan zeggen wat de reden is. Maar kan je wel zeggen dat het met externe factoren te maken heeft. Heel en ik, nou, als je mijn vlogs langer kijkt, dan heb je dat er echt wel een beetje doorheen kunnen zien. We zijn nu 5 jaar samen deze maand en waarvan af en toe een weekje of twee even uit elkaar. En dat is alleen maar goed geweest. Maar ik kan je vertellen dat wij vanaf dag 1 te maken hebben gehad met externe factoren die onze relatie gewoon heel erg moeilijk hebben gemaakt en heel erg pittig. En ik heb heel veel doorzettingsvermogen en wilskracht. En daarom ben ik ondanks al die externe factoren die dus niet vanuit mijn kant komen, vol voor heel gegaan. Maar dat is af en toe wel moeilijk geweest. En ja, als je last hebt van externe factoren en dingen, dan beïnvloedt dat natuurlijk ook je relatie en ook bijvoorbeeld hoe je als persoon bent of wat dan ook. Dus nou, in ieder geval, we hebben geen standaard makkelijke relatie gehad. Maar er zijn mensen die dan zeggen, is heel wel stabiel genoeg om dit mee te doen. En ik heb het idee dat sommige mensen een verkeerd beeld hebben van hem. Maar hij, als je hem echt zou ontmoeten, ook iedereen die hem van jullie in het echt heeft ontmoet, snapt het meteen. Hij is echt de liefste, beste persoon op aarde, heb ik al heel vaak verteld. Ik ben vanaf dag 1 verliefd op hem. En dat is ook nooit weggegaan, dat weten jullie ook. Ook toen ik hier ging wonen, dat is gewoon nooit gestopt. Maar soms moet je gewoon even afstand nemen. Soms wordt het gewoon eventjes te veel. En soms realiseer je daardoor ook gewoon dat je, ja, dat het beste al die tijd al voor je neus stond. Maar dat je gewoon nog eventjes moet doorzetten met z'n tweeën. Maar ik kan daar dus niks over delen. Wat ik wel trouwens nog wou zeggen, is dat heel veel mensen vroeger ook zeiden van, ik ging nog oude video's eventjes checken. Ik zat in mijn comments zo te kijken in mijn app en toen zag ik dat heel veel mensen dachten dat heel getrouwd was toen ik hem leerde kennen of zo. Dat soort dingen, dat kan ik wel zeggen dat dat niet waar was. Want hij had al jaren geen relatie meer toen ik hem leerde kennen. Dus dat kan ik wel even de wereld uithelpen.
Dat is zeker niet zo. Maar verder kan ik niks zeggen over de externe factoren. Maar het is ons niet per se makkelijk gemaakt. En eigenlijk zijn we super sterk. En ja, hebben we daar steeds minder last van. Dus we gaan nu volledig voor elkaar. 3 keer scheepsrecht. En we zijn gewoon heel erg happy met elkaar. En ik heb heel erg geleerd dat je gewoon niet alleen maar een soort van Disney sprookje relatie moet willen hebben. Maar dat het juist zo belangrijk is dat je super mooie basis met elkaar hebt. En wij zijn juist heel stabiel. Ik snap dat dat niet zo overkomt, omdat ik het dus deel op YouTube van oké, we gaan uit elkaar. Maar geloof me, je kent niet alle stories. En ja, we zijn nooit echt uit elkaar geweest. Dus dat wilde ik nog even zeggen. En je bent natuurlijk vrij om te commenten wat je wil. Maar ik heb het idee dat ik geen haters heb. En alleen maar goed bedoelde comments. En dan wil ik wel even tegen je zeggen, ik heb er echt niks aan als ik zeg van ik heb dit besluit genomen. Dat je me dan gaat waarschuwen of je bezorgdheid uit. Want je mag het zeggen, maar als je mij leuk vindt als persoon om te volgen, weet dan dat ik er niet zoveel mee kan. Je weet misschien wel dat ik reageer op alle comments altijd. Laat ze iemand ook, je hoeft toch niet te reageren op me. Dan zeg ik, ja, maar ik vind het wel gewoon netjes. Je hebt dan mensen die zeggen, ja, ik lees hier in de comments dat veel mensen dit vinden. En dan zei ik volgens, ja, ik kan in herhaling blijven vallen, maar je hebt de comments gelezen, dus ook mijn antwoorden. En wat wil je nog dat ik zeg? Weet je, wat wil je dat ik ermee doe? En als je niet wil dat ik reageer, waarom zeg je het dan? Want wat, zodat denk je van, oh, het gaat weer mis en dan heb ik er gewaarschuwd of whatever. Ik kan er niet zoveel mee. Deze keuze is gewoon vast en heel erg goed. En ik ben juist zo ontzettend trots dat wij gewoon weer bij elkaar terug durven te gaan. Ondanks het feit dat we eventjes afstand van elkaar hebben genomen. Dat is juist een ijzersterke beslissing en de mooiste ooit. Dus oké, nu ga ik naar mijn werk. En nou ja, dat hebben we gezegd. Ik deel echt zoveel over mijn leven. En af en toe denk ik echt, why am I doing this? Maar ik vind het jammer dat het lijkt alsof mijn relatie echt heel juicy en onstabiel is of zo. Terwijl dat echt, wij hebben echt nooit problemen met elkaar eigenlijk. Maar er zijn dus wel dingen die het soms heel erg lastig voor ons hebben gemaakt. Dus ja. That to be said. Maar er zijn ook genoeg mensen die zonder dat ze het weten er wel doorheen kunnen prikken. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ik heb weer een soort random andere outfit aan. Deze een beetje klaar met wat ik elke keer aan heb. Dus ik heb wel gewoon weer die streepjesbroek en mijn witte schoenen. Maar dan met dit oude blouse ding. Helemaal leuk. Nee, dan ga ik koffie drinken. Het is maar heel kort. Oké, jongens, het is inmiddels donderdag. Ik heb dus niks gefilmd op mijn werk. Want iedereen vindt het saai, blijkbaar. Dus prima. Ik was om 6 uur pas thuis. Want ik had na school een workshop die 3 keer is. Van het Hart van Onderwijs, mocht je het kennen. Super leuk, super interessant. Waarmee ik de kinderen die ik begeleid qua gedragsproblematiek, maar ook andere kids, ja, veel beter kan gaan begeleiden. We werken al met Hart van Onderwijs op school, dus dat vind ik echt top. En dan ga ik de week vlog nu afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop ook dat je de volgorde leuker vond. Dat het dus begint met meer mijn vrije dagen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een reactie en like achter te laten. En oh ja, iemand te laten. Ja, maar je vraagt om reacties. Oké, okay, nou ja, je mag reageren wat je wil, maar ja, oké. Okay. Nou, heb ik al benoemd. Oké, okay, bye!